TSC begon best goed tegen de ploeg uit Haarlem, de koninklijke HFC. Het had het meeste balbezit, maar echte kansen leverden dat in het begin van de wedstrijd niet op. HFC werd een keer gevaarlijk na 13 minuten spelen uit een vrije trap. Jeffrey Sint-Sam trof de paal naast doelman Sebastian van der Sman, die een fantastische wedstrijd speelde. Gaandeweg werd HFC sterker, maar gelukkig voor TSC schoot Mike van der Ban na 18 minuten hoog over. Beste kans was er overigens voor TSC. Na een vloeiende combinatie tussen Walter Kiyomeni en Jip Battles werd Mohamed Nouri in stelling gebracht. Met een uiterste krachtinspanning tikte HFC doelman zijn inzet over het doel. Niet veel later kwam Verdam met twee benen hard in op Erik van Dee van TSC en kreeg direct rood van scheidsrechter Tunnissen. In plaats dat TSC het overtal zou uitbuiten, kwam HFC op voorsprong. Leon Heesen speelde geen gelukkige wedstrijd, speelde te zacht terug op doelman Sebastian van der Sman, die vervolgens de bal via Van den Ban in zijn eigen doel schoot. Dames en heren, in de 90e minuut van de stand 0-1 in het voordeel van Klontek HFC. De verdediging van TSC bleef schutteren. En al in de 24e minuut zette Rachid Yacoubi zijn ploeg op 0-2. Haarlem kwam daarmee ruim op voorsprong. Hierna kwam TSC nog een keer goed weg voor de pauze. Het was alleen Bier Battles die nog een keer gevaarlijk werd voor TSC. Maar hij schoot de bal via een verdediger in het zijnet. In de pauze had trainer Frits van den Berg aangegeven om in een hoog tempo via de grond te combineren om HFC weg te spelen. Maar daar kwam weinig van terecht in de praktijk. TSC verscheen wel regelmatig voor HFC-doel, maar iedere uitval van HFC was gevaarlijk. Omdat TSC in de verdediging de fouten bleef opstapelen. Dicht bij een doelpunt was Nouri in de 52e minuut, maar hij zocht het doel te hoog. Na 57 minuten kwam Ilias Rodjan Heesen aflossen en zette TSC opnieuw aan. Dat leverde na een uur voetbal de 1-2 op van Nouri. Nadat doelman van der Sman HFC twee keer van een treffer had afgehouden, werd het na 65 minuten toch 1-3 door Yacoubi. Die slag kwam TSC niet meer te boven. Van den Berg wisselde nog Van Dee voor Bart Westerlaken en Sven van Inge voor Joel Sanaki. Dat leverde pas in de blessuretijd de 2-3 op. Daar bleef het dan ook bij. Doelpunten maken voor TSC nummer 9, Jip Bartels.
Pieter Mulders, de hoofdtrainer van HFC, met 3 punten naar huis. Ja, dat is een lekker ritje in huis. De wedstrijd, het was voor jullie eigenlijk een makkie, hè? Nou, makkie, kijk, als je baseert op kansen creëren, dan hadden we het, onszelf makkelijk kunnen maken. Want als je kijkt naar de kans die we gehad hebben en de mogelijkheden, ja, daar hadden we dik op de slagbank kunnen liggen. Ja, want 5, 6, 1 of 2, dat was niet meer dan normaal geweest. Nee, klopt. We waren 2, 3, 4, 5, 6, 0 kunnen voorstaan opeens. En daar konden we toch goed op 2-0. Ruststand, nou ja, goed, met 10 man. En daarna weten wij waarschijnlijk wat ze gaan doen. En dat kwam ook uit. Dus dat maakte het ons alleen maar makkelijk. Misschien met 4 spitsen spelen. En wij schakelden goed op. En in de tweede helft kregen we weer kans op kans. En van tevoren dit ook zo ingeschat? Ja, ingeschat. We tikken die zin de winning moet. Je hebt 7 punten. En dan weet je dat het een lastige tegenstander is. En een nieuwkomer in de topklasse. Een beetje vergelijkbaar als ons vorig jaar. Dus het is altijd lastig tegen een onbekende te spelen. Die rode kaart, was dat het breekpunt in de wedstrijd? Nou ja, ik weet niet of de rode kaart was. Nee, ik kon niet goed zien. Ik zag alleen dat hij slijm op de bal ging. Hij zag die jongen niet. Dus hij ging voor de bal, zag die jongen niet komen. Dus ja, daarna hebben we het wel heel goed gedaan, moet ik zeggen, na die rode kaart. Eigenlijk na die rode kaart zijn we niet in de problemen geweest. En blunders van TSC? Ja, nou, ik weet niet of je dat de blunders ziet. Er is goede omschakelmomenten van ons. Ik moet zeggen, als je kijkt de wedstrijd van Tech, dan denk ik dat er één man de beste van de wedstrijd was. Van het veld bij Tech, dan was de keeper. Dus dat zegt eigenlijk wel voldoende. Frits, wat een dramatische wedstrijd. Ja, dat kun je zeggen. Maar ik zeg ook erbij dat we de wedstrijd hebben verloren van onszelf. Nou ja, dat is vaak zo natuurlijk. Je wint hem ook namens jezelf. Toch kun je de leiding aanmerken dat men heeft gewisseld met die verdediging ten opzichte van vorige week. Nou, dat hebben we ook gedaan. En waarom was dat? Ik bedoel, Heze was nog niet 100% fit. Nee, maar goed, maar we hebben van de week wel aan Heze gewerkt. En we hadden gehoopt en gedacht dat Leon fit genoeg zou zijn. Maar vorige week stond het goed. Ja. En ja, goed. Het resultaat is nu duidelijk. Klopt. Nee, daar heb je gelijk in. Maar nogmaals, uiteindelijk neem je een beslissing. En laten we eerlijk zijn, tot het moment dat de goal viel, was er ook helemaal niks aan de hand. Toen zaten we goed in de wedstrijd. We speelden goed, we combineerden goed. Zonder dat we echt hele grote kansen creëerden. Maar HFC hoefde niet zo nodig. En dat lieten ze, ze lieten TSC komen. Ja, maar dat is het verloop van de wedstrijd. Kijk, als je op 0-2 komt binnen 5 minuten... Dan weet je ook dat je een verloren wedstrijd speelt. En ik denk, daarom zeg ik ook in het begin van mijn verhaal, je verliest de wedstrijd van jezelf en je geeft eigenlijk de wedstrijd binnen 5 minuten geef je uit handen. En op het moment dat je dan probeert terug te komen, ik heb ook nooit het gevoel gehad, ook niet gedurende de rest, het verloop van de wedstrijd, dat we dit zouden kunnen repareren. Het was gewoon eigenlijk slappe hap. Nou, dat ben ik niet met je eens, want wij hebben duidelijk ook tegen de groep gezegd, luister, iedereen heeft zijn werk gedaan, iedereen heeft zijn best gedaan. Want ik kan me niet voorstellen dat een speler het veld ingaat zonder de beste bedoelingen. Daar ga ik nooit van uit. Nee, daar kunnen we. Dat ben ik met je eens. Het is te makkelijk om te zeggen van het is slappe hap en het was niet goed. Dat het niet goed was, dat ben ik helemaal mee eens. Maar we hebben de wedstrijd verloren op persoonlijke fouten. Als je goed geanalyseerd hebt, dan kun je zien dat een rode kaart bij de tegenpartij valt. We komen dus met 11 tegen 10 te staan. Dan hebben wij dus een vrije trap. En vanuit een vrije trap van Tech scoort de tegenpartij een doelpunt. Nou, dan maak je dus een persoonlijke fout. Dan heb ik het over een te zacht teruggespeelde bal. Het niet goed anticiperen op dat moment van onze doelverdediger. Speel je hem naar de zijkant, dan kan het misschien nog voorkomen worden. En dan valt de 0-1. En dan 5 minuten later, dan zijn we hier aan de zijkant heel naïef aan het verdedigen. En dan valt eigenlijk de 0-2 op een soortgelijke manier, omdat we heel naïef zijn in het verdedigen. Nou ja, en dan is binnen de 5 minuten is eigenlijk de wedstrijd gespeeld. Zeker weten, omdat we ook met de gegevens die we hadden, van snelheid voorin, nummer 10, nummer 17, van de Ban en Jacobi, ja, dan was het een kansloze operatie. Dat we uiteindelijk dan nog weer op 1-2 komen, maar ik durf ook te stellen dat het ook in die fase van de wedstrijd 0-4-0-5 had kunnen zijn. Dit had ook een wedstrijd kunnen zijn van 2-6. Kunnen we stellen dat dit een wedstrijd was van de jongens tegen de mannen? Ja, dat is me allemaal een beetje te makkelijk om nu te zeggen dat wij in één keer de jongens zijn. Maar wij hebben wel een les gehad in effectiviteit. Wij hebben ook een les gehad in van hoe dat je moet verdedigen met 10 man. En hoe dat je dan toch nog
vanuit de counters zo gevaarlijk kunt zijn dat je zelfs een wedstrijd op slot kunt gooien met 0-3-0-4. Ja, het leek erop dat het geloven eigenlijk in die tweede helft niet was. Hè. Nou kwam dat derde doelpunt vervelend moment. Maar het kon nog altijd. Ja, maar dat derde doelpunt, dat zegt ook weer iets over het verdedigen van ons. Kijk, ik zie die goal vallen. En zonder spelers bij naam te noemen, dan wordt op 4 of 5 meter afstand wordt er gedekt. En dan geef je die nummer 17 dus weer de kans om zijn ding te doen. Ja, nou, dat is dus naïviteit. En daarin, in die naïviteit, daar moeten wij dus gewoon beter in worden. Wij zijn nog niet zover dat we op topklasseniveau verdedigend kunnen spelen. Maken we weer 2 goals. 2 velddoelpunten. 2 goede goals. Ja, de eerste goal was fantastisch. Maar nogmaals, we kunnen er lang en breed over praten. Wij verliezen de wedstrijd in de eerste helft. En we verliezen hem door persoonlijke fouten. En dat moeten we onszelf kwalijk nemen. En we hebben het niet kunnen repareren. Wat heeft de leiding van deze wedstrijd geleerd? Nou, wat wij er in ieder geval van geleerd hebben, dat we in ieder geval de goede beslissingen moeten nemen. En dat we soms ook in onze naïviteit misschien wel denken van hij is fit genoeg of hij is niet fit genoeg. Dat is misschien het leergeld wat we ook vandaag hebben betaald. En dat zijn dure punten. Het heeft er geen moment in gezeten. Ibo Alles Kan, de aanvoerder van TSC. Nou, ik denk dat wij de eerste 20 minuten denken dat we erg op beginnen. Krijgen een kans. We hebben balbezit, gaat goed, verloopt goed. En dan komt er een rode kaart. Dat wel terecht was, moet ik zeggen. Maar ja, als die bal na 10 seconden gelijk erin ligt, ja, dat is natuurlijk een klap. En dan probeer je weer door te gaan. En dan 5 minuten later, volgens mij, krijgen we weer een goal tegen. Ja, dat is heel vervelend. En dan na die 2-0 hebben we nog. Dan zou het fijn zijn als we nog voor de rust een goaltje kunnen prikken. Ja, eentje wordt dan afgekeurd. Maar nee, in de rust dan. Tot de rust geen goal. Dan wordt het heel moeilijk. Ja, zelf heb je gewoon goed gevoetbald. Als je kijkt naar de wedstrijd van vorige week ten opzichte van deze, dan is dat eigenlijk een hartstikke zonde. Hè? Ja, zeker. Kijk, vorige week komen we ook tegen 10 man en zie je het ook dat we heel moeilijk gaan krijgen. Vooral om in ons spel te komen. En dat is nu weer het geval. En dan kan je naar redenen zoeken, maar er blijven een paar momenten in de wedstrijd zitten. Dan denk ik van dat je het gewoon niet weg meer kan geven. Van die goals, die zijn heel knullig weggegeven en dat is zonde. Ja, trainer Frits van den Berg gaf zelf al aan dat ze een verkeerde beslissing genomen hadden met het opstellen van Hezen, omdat hij nog niet topfit was ten opzichte van vorige week. Hoe zie jij dat? Ja, dat is een beslissing van hun. Daar gaan wij niet over. Kijk, als Hezen zegt dat hij fit is, speelt hij. Als hij niet is, dan speelt hij niet. Maar ja, dat is hun beslissing. Kunnen wij als spelers niks... Nou, hoe heb je dat ervaren in het veld ten opzichte van vorige week? Het is Hezen is anders aan de andere speler dan Sven, moet ik zeggen. Maar je zag wel dat we... verdedigend gezien dat we te makkelijk te veel ruimte weggeven, te makkelijk de goals tegenkregen. Maar dat was niet alleen bij Hezen. Dus we kunnen niet alles op hem gaan afschuiven, denk ik. Zijn dat ook persoonlijke fouten? Of hoe werkt dat in zo'n veld? Als je die goals ziet, zijn het gewoon persoonlijke fouten. Ik zeg, kijk, de eerste goal is gewoon te korte terugspel volgens mij. En dan schiet hij hem tegenaan. De tweede goal zat eentje van te slapen. En de 3-3-1, dat is 3 minuten, 4 minuten naar de 2-1 die we maken. Dat is gewoon uit de standaard situatie. Dat mag niet gebeuren. Afspraken, en dat is een duidelijke afspraak. En als dat gebeurt, ja, dan staan we toch met z'n als verdediging te slapen, denk ik. Ja. Wat is de les die hieruit geleerd kan worden? Nou, dat we toch op onze voetbalmanier het alles moeten oplossen. Je ziet dat wij, als wij in de kracht komen en gaan moeten belopen en zo, dat het niet gaat redden. Dat zag je vorige week ook. En zie je vandaag ook. De uitslagen van de op 20 september gespeelde wedstrijden. VVSB WKE 0-1. AFC OJC Rosmalen 3-1. UNA FC Linde 2-2. EVV De Treffers 0-1. Sneekwit Zwart HSC 21 0-7. Hercules HBS 2-1. TEC Koninklijke HFC 2-3. En JVC Kuik Maghreb 90 1-3. De stand na 5 speelronden. WKE bovenaan 13 punten. UNA staat tweede met 11. AFC derde met 10. VVSB en Hercules hebben allebei 9 punten. Koninklijke HFC uit Haarlem 7 punten. Evenals TSC en Maghreb 90. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC op Sportbank de Lok is op zondag 4 oktober en begint om 2:00 in de middag. TSC speelt dan tegen HSC 21. U bent van harte welkom. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot een volgende keer.